Hoi, ik ben Gio. Ik ben een 16-jarige jongen die op de middelbare school zit. En vandaag dacht ik, laat ik eens een camera meenemen. En blijkbaar kan je door een camera een hele school laten grillen. Welkom bij een dag in mijn leven. Ik ga nu naar huis. Einde! Een hele goedemorgen jongens en meisjes. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag is het een speciale vlog, want vandaag ga ik naar school. Wow, lekker speciaal zou je dan denken. Maar ja, inderdaad, ik ga dus vloggen op school. Ik heb het een keer eerder gedaan en die vlog werd toen echt super goed ontvangen. Jullie zeiden allemaal van, hey Gio, dat moet je echt vaker gaan doen, want het is echt leuk. Dus vandaar, ik ga vandaag weer lekker vloggen op school. Alleen het is natuurlijk allemaal heel erg nieuw. Want zoals je weet, ik ben blijven zitten, dus ik heb een nieuwe klas en alles. En ik hoop dat zij het ook leuk gaan vinden natuurlijk. En er zitten allerlei nieuwe mensen op mijn school. Dus ik weet eigenlijk echt niet wat ik kan gaan verwachten van deze dag als ik dus ga vloggen op school. Ik heb het al aangekondigd en heel veel mensen zeiden van, ja Gio, ik wil in je vlog. Ik wil, ik denk niet dat ik iedereen erin kan doen, maar ik probeer zoveel mogelijk mensen. Nou, ik ga in ieder geval hier mijn tas pakken. Ik ga mijn jas aandoen en mijn camera meenemen. Lijkt me wel zo slim. En ik heb goed nieuws, want ik ben zowat elke dag te laat. Maar vandaag ben ik op tijd. Ik ga dus naar school. Ik zie jullie daar. Oh, en vergeet het blauwe duimpje omhoog niet. Jullie mogen achterlaten hoeveel likes we gaan krijgen. Oké, ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben. Ik zit nu op de fiets. Ik ga op tijd komen. Moet je zien. Het is daar helemaal zonnig en helemaal niks aan de hand. En daar zo is het één gek donkere wolk. En daar fiets ik dus nu naartoe. Dus ik hoop niet dat het hard gaat regenen straks op het eind of zo. Want ik hoop wel droog op school aan te komen. Maar ik fiets nog een stukje door. Ja? Oké, ik heb nog 2 minuten om op tijd te komen. Wil je wat zeggen? Shout out naar Tom Vros. Ik moet snel de les. Oké, we hebben nu dus wiskunde en ik was net dus op tijd aangekomen. Het is echt de eerste keer of zo deze week dat ik op tijd ben. Dit is mijn klas. Mag ik even gaan staan? Ja, oké. Dat is mijn nieuwe klas. Waarschijnlijk is het heel raar dat ik zo ga filmen. Hi. Dit is mijn nieuwe klas. Ik ben dus blijven zitten en een niveau omlaag. Hallo. Sorry. Ja. Maar ik ga straks eens eventjes denk ik de brugklaspauze ook in. En de onderbouwpauze, want ik denk dat best wel veel mensen ook in de vlog willen. En die willen wat zeggen en al dat, want ik heb heel veel berichtjes gekregen op Instagram en op Twitter. Maar ik vind het wel grappig om weer te vloggen op school. En we hebben net dus wiskunde gehad. Meneer wilt ook nog wat zeggen? Ja, tuurlijk. Mijn wiskunde leren. Ja, ik ben heel blij, want ik heb jou op vak E staan. Dat ik nu ook een beetje in jouw wereld kom. Ja, ik wel. Maar het is straks een pauze. We hebben nog 5 minuutjes les en dan ga ik naar beneden. Dan ga ik kijken wat er te doen valt daar. Oké, ik zei dus net dat ik naar de brugklaspauze ging, maar deze klas wilde op mijn vlog. Doe maar gillen. 3, 2, 1, nu gillen. Oké, hoi. Ja, zo gaat het dus de laatste dag een beetje op school. Oké. Ja, anders kunnen we wel kijken hier. Iedereen wil weten hoe het gaat. Dankjewel. Ik zal het tegen haar zeggen. Ja, het is echt gek uit de laatste dag op school. Allemaal mensen op de foto, handtekeningen. Maar ik vind het wel grappig. Handtekening. Oké, dit is de pauze nu voor iedereen. We zitten nu in de vlog. Zeg maar. Oké, ik ga naar de pauze. Jongens, ik ga naar de les. Yeah, je feest! Ja! Oh my god. We hebben dus net informatica gehad hierachter. Maar ik wilde even een shirtje filmen. Dus wat is je shirt? Lox de Painter, kan je volgen op Instagram. En, staat in de beschrijving. Ik heb een mixtape uitgebracht, dus die staat waarschijnlijk ook in de beschrijving. Ja, alles staat in de beschrijving. Dan kan je er allemaal uitchecken, dat is klasgenoot van mij.
Maar ik heb nu dus pauze net op de brugklas, of zeg maar de onderbouwpauze. En ik hoop dat dit wat minder gekhuis wordt. Wil je dat op? Nee. Oh, oké. Okay. Nou, ik ga nu naar de aula in dit geval. Ja? Je filmt al, hè? Oké. Okay. En we hebben dus pauze. Ze wilden in de vlog horen wat zeggen. Mooi. Team Dekken. Team Dekken. We zijn buiten, want ik heb eventjes de rust nodig natuurlijk. We zijn net, of ik heb net pauze gehad. Ik loop hier met Jordan en Iris. Hoi. Hi. Ze kijken allebei naar mijn YouTube, dus dat is ook wel leuk. Ik vond het trouwens best wel grappig toen ik begon met ontdekken dat mensen van mijn school mijn YouTube kijken. Maar we gaan nu eventjes wat eten halen, toch? Ja. Ja, even wat eten en drinken. Ik heb een tussenuur dus. Dus ik heb eventjes de rust, zoals ik net al zei. En waarschijnlijk ga ik straks weer de pauze in van de brugklas. Maar dat gaan we straks pas zien. Want net was het echt chaos. Dat heb je wel gezien natuurlijk. Maar ik ben benieuwd. We gaan straks eerst eventjes wat kopen. Dus laten we gaan. Ik heb, weet je, frikandellen broodjes. Dus dat is lekker. We gaan nu weer terug naar school. Eerst even dit opeten. Daar ben ik de plus. Gekke reclame toch? Maar lekker. Terug op school aangekomen. We moeten stil zijn, want er is nu een stilteuur daar ergens in de aula. Ik kan het niet echt laten zien, maar ik sta hier bij mijn kluisje. Nog steeds hetzelfde kluisnummer, als je dat nog herkent van de vorige vlog. Heb ik al 6 jaar of zo. Ik zit al 6 jaar op deze school. Maar ik ga mijn broodje opeten. Jullie ook zeker? Ja. Ja. En dan, ik heb straks nog 2 uurtjes of zo. 2 uur les. Maar we gaan nu dus even stil ergens zitten daar op school. En dan ik weet niet wat we gaan doen. We kijken wel. Ja? Yeah! Yeah! Het is weer pauze. Ja, pauze. Het is pauze. Ja, zo. Ga je er weer volgen? Ja, gaan we weer? Nou, ik heb dus net weer les gehad. Ik heb nu dus echt pauze. Net was weer de brugklaspauze of de onderbouwpauze. Ik kan niet schreeuwen. Laatste uurtje les dus. In Nederlands is het volgens mij dus dat ik hoop niet dat het dan nog steeds zo druk wordt. Maar misschien film ik daar nog wel wat van. Er worden hier allerlei rare dingen om mij heen gedaan. Dus dat zie je straks nog wel. Nou, ik heb dus net mijn laatste Nederlands les gehad. Ik ben nu dus uit. Ik moest nog eventjes een gesprekje doen met mijn mentor. En er lopen allemaal mensen achter mij. Maar ik ga nu naar beneden. Dan ga ik met de fiets naar huis. Ik weet niet of ik alleen moet fietsen. Ik hoop het niet. Hier buiten, ergens links staat mijn fiets, daar, ik zie hem staan. Maar ik ga nu naar beneden, ik ga mijn jas pakken en alles. En willen jullie nog wat zeggen? Ja! Ja! Ik ga nu naar huis, einde! Ja? Nee! Oh, jullie gaan mee, oké. Okay, ja! Nee! Dan gaan mensen met mij mee fietsen dus. Ja, wie gaat er mee fietsen? Ik! Ik! Jij? Ja! 24-7 stalking op school en zo, je weet toch. Dat is hoe we rollen. Geen stalkers! Ja. Dat is veel te groot. Oké, okay, nou, wij gaan nu fietsen naar huis. Ah, oké, okay. Een stukje gefietst nu, 5 kilometer of zo. 10 kilometer! Ja, ze zijn lekker gezellig meegefietst. Ik moet nog een klein stukje. Je wilt een box geven, hè? Ik ook! Shout out naar Emma Brand! Box! Box! Okay. Hey. Ja. In ieder geval, ik ga nu echt naar huis. En dan zal ik er nog even een woordje doen hier. Ik ga lekker op de fiets hier zo. En doei! Later! Ik ben thuis aangekomen hier zo binnen. Ik moet even de deur open doen, want... Of met Anissa. Oh, de deur staat gewoon open. Oké, okay, heel slim dit. Ik ben thuis.
schooldag achter de rug. Je hebt het gezien, het was echt, echt te druk gewoon. Echt de hele tijd mensen achter me aangestalkt worden op de foto, weet ik voor alles. Nou ja, eindelijk thuis dus. En oh my god, het was wel echt heel leuk om te doen, dat wel. Maar ik had echt niet verwacht dat zo super veel mensen me gingen volgen en alles, weet ik veel allemaal. Maar straks komt de krant hier zo, want ik moet een interview doen. En dat komt dan in de krant, het Algemeen Dagblad voor Rotterdam of zo, zoiets. Ook heel erg leuk natuurlijk, dus daar ga ik me eventjes op voorbereiden. En ja, doe nog even zo'n blauw duimpje hoog natuurlijk. Misschien ga ik vaker vloggen op school, laat het dan zeker achter. Tenzij het echt niet te doen is gewoon. Maar ik vond het heel erg leuk om te doen. Jongens, ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Het was een chaos. Het was echt een chaos. Je hebt het gezien. Dankjewel voor het kijken. En later.